Kijk, hier kom ik dus niet zomaar mee weg. Een boek in de tas. En dat komt door dit detectiepoortje. En daar weten ze hier in Harderwijk bij Dialogue ID alles van. Nou Cor, boek maar weer in de tas. Ja, dit is, jullie maken dit soort systemen voor bibliotheken, maar ook voor een heleboel andere plekken. Hè? Ja, oorspronkelijk maakte het alleen voor de winkel. De winkeldiefstalbeveiliging noemen ze dat. En dat staat bijna in elke winkel vandaag de dag. Maar met de komst van intelligentie hebben we het ook voor de bibliotheek gemaakt. Ja. En dat doet twee dingen. Dat beveiligt, en dat is zo'n stripje. Dat zit onzichtbaar in het boek natuurlijk verwerkt. En dan in de kaft hebben ze ook nog een, wat ze noemen, een RFID-label verwerkt. Oké, dus als ik dat boek erbij pak? Ja, dan zit daar hier achterin, onzichtbaar, zit dit label. Ja. En van binnen onder het, laten we zeggen, ergens onder daartussen, daar zit deze. Oké, en dan gaat dat poortje dus af. Kun je uitleggen hoe dat werkt? Nou ja, dit is dus het beveiligingslabel. Dat geeft rood alarm. Ja. En dat is niet af te schermen, dat is natuurlijk een belangrijk iets. Hè? Ja. Dat je niet per ongeluk iets uitvindt dat je het mee kan nemen. En dit is het, dit is de intelligentie die we eraan toegevoegd hebben. En dat geeft dus de data wat vroeger van de streepjescode afkwam. Met andere woorden, ik loop hier doorheen. Er wordt geregistreerd of ik mijn boek wel keurig heb laten, wat ze vroeger noemen, afstempelen. Ja. En er wordt gekeken wat ik meeneem. Precies. En neem je er één mee, dan registreert iedereen. Neem je er 10 mee, dan doet hij de 10 tegelijk. Dus het is gemak ook. Nou is het bijzondere, Cor, aan dit bedrijf dat jullie eigenlijk hier in huis alles bedenken. Hè? Maar dat vraagt allerlei disciplines die met elkaar het eens moeten worden. Inderdaad, discipline van productontwikkeling, design van het product. Er zit dan altijd iets van marktdevelopment, die afstemming met de klant. En elektronica ontwikkeling, als voorbeeld. Hier zie je wat componenten staan. En dan zie je, hier komt uiteindelijk, komen die onderdelen samen. Daar ga je een prototype van maken. Dus dit is het stuk elektronica, komt van een ander bedrijf. Dit is het stuk spoelenpakket, in dit geval, komt van een ander bedrijf. Metaaldelen komen ergens anders vandaan. De kunststofdelen komen ergens anders vandaan. Dus wij maken eigenlijk niks zelf. Nee, jullie bedenken het vooral. We bedenken het. Ja, en daarin moet je een stap vooruit zijn, want die markt gaat natuurlijk heel snel. Dat is het uitdagende van deze tijd. Ja. We hebben meer specialisten in huis dan vroeger. Vroeger hadden we een breed aantal mensen die van alles hielpen bedenken. Maar nu moeten we meer toekomstgericht denken. En iets voor morgen eigenlijk moeten we gereed maken. Dat het bij de marktvraag van morgen aansluit. Ja. En ja, je kent zelf de ontwikkelingen van de telefoon natuurlijk. Dat gaat zo snel. Wij moeten dat bijblijven, want die kwaliteit die hierin zit, die verwachten ze van onze producten ook. Ja. Maar hier worden er misschien 10 miljoen van gemaakt, hè, en van ons een aantal honderden. Dit, John, is een van de dingen waar jullie heel trots op zijn, hè? Ja, dat kan ik wel zeggen. Wat is het? Het is eigenlijk een unit waar je boeken kan lenen en terugbrengen in de bibliotheek. Hoe werkt het? Wil je dat laten zien meteen? Ja? Kijk, hier bijvoorbeeld heb je een scherm. En dat scherm dat geeft aan welke keuzes je hebt. Ja. Nou, stel dat ik zeg van ik wil het boek lenen, dan moet ik me eerst identificeren. Ja. Dat is wat ik hier doe. En dan zegt het systeem van je moet het boek erop leggen en je moet hem naar rechts schuiven. Want in principe is het boek is op mijn account, zeg maar op mijn naam, geregistreerd in de bibliotheek. Ja. Nou, dan kan ik zeggen ik wil een, ik hoef geen bon of ik wil een bon. Ik zeg nou, ik wil een bon. Nou ken ik dit van mijn bieb, maar wat jullie doen is natuurlijk nog een stapje verder, want jullie combineren dat dan ook weer met zo'n poortje als wat daar staat. Ja, dat klopt. Nou ja, kijk, wat de handeling die je net gedaan hebt, dan zie je dat je eigenlijk het boek registreert. Maar tegelijkertijd wordt er in het boek wordt een beveiligingsstrip wordt aan of uitgezet. Nou, die beveiligingsstrip die zorgt ervoor dat je, als je de bibliotheek verlaat, dat het alarm wel of niet afgaat. Ja, dus nou zou die eigenlijk, als ik het goed begrijp, gedeactiveerd moeten zijn. En dan zou ik er zo mee. Correct. Ja. Werkt. Hartstikke mooi. En zo kan het bij terugbrengen natuurlijk ook weer. Ja, het terugbrengen werkt als volgt. Dus je registreert je boek. En het is eigenlijk, nu zegt het boek van, hé, dit is een boek van de bibliotheek. Ja. Nu gooi je hem in. Dan zie je het proces zit nu dat het, dat hij gaat registreren en nu zegt hij het is akkoord en het boek is gedropt in de bibliotheek. Jullie systemen
dit, de poortjes. Het staat echt over de hele wereld, hè? Ja. Ja. Tot waaraan toe moet ik dan denken? Van het Vietnam tot en met Bogota, tot en met Mexico. Dus echt wereldwijd. Wij zijn er goed in Nederland, hè? Ja, wij zijn echt goed. In Gelderland zelfs. Ja, zelfs in Gelderland. Ja, absoluut. Ja. Nou, heb je hier ook een testruimte, Cor. En dat is natuurlijk logisch, want je wilt uitproberen of alles wat je hebt bedacht ook werkt in de praktijk. Maar als ik te denken, waarom heb ik nou nog steeds geen winkelwagentje, wat ik voluit met mijn boodschappen, waarmee ik zo door het detectiepoortje ga en de rekening achteraf betaal? Want technisch gezien moet dat toch kunnen? Ja, technisch gezien kan alles, maar praktisch gezien, voordat je dat in zo'n markt zet, een supermarkt gaat natuurlijk miljoenen producten per week door, wil je 100% zekerheid hebben dat het werkt. Nou ja, daar werken wij nog aan, dus technisch kunnen we het, maar we moeten het nog volmaken, mag ik het even zo zeggen. En dat heeft ook met de prijs van het labeltje te maken. Ja. Dat moet goedkoper. Een deel van jullie denkproces besteden jullie ook uit op school? Ja, nou, de toekomst is dus dat het winkelwagentje gedetecteerd wordt. Dus we hebben een opdracht bij Landsteden neergelegd om een automaat te maken die dus het label onder alle omstandigheden test. Dus hoe het pakje in de winkelwagen ligt, doet er niet toe. Zo. Ja, alle richtingen en op welke plaats doet er ook niet toe. Misschien moeten er wel twee tegelijk door een uitgang rijden. En dat zijn ze nu aan het maken. Dus ze zijn voor het product van morgen zijn ze een testsysteem aan het maken. En voor mijn supermarktkarretje. Nou, ja. Gaan we zo meteen kijken.